Goedemorgen, ik kom net uit de douche. Mijn haar heb ik trouwens niet eens nat gemaakt, maar het was een beetje half nat geworden. Dus heb ik maar een handdoek eromheen gewikkeld. Maar ik ging dus de douche in met het idee dat ik me helemaal zou ontharen. Tenminste, de haren die ik nog heb, want ik lees er natuurlijk mijn hele lichaam. Want ik heb straks een afspraak om alles te lezen. En dan vind ik het fijn om van tevoren zelf alles gewoon goed weg te halen. Zodat ze dat niet hoeven te doen daar voor mij. Kwam ik de douche in, was ik er dus last minute achter gekomen dat daar dus geen scheermes zit. Dus ik uit de douche, snel naar de ethos, scheermes gehaald. En toen heb ik ook gelijk douchecremes gehaald. En ik had gisteren, had ik me voorgenomen te stoppen met pure chocola. Ook al mag het wel, maar ik heb dan geen grenzen. Ik wil gewoon dan zo'n hele reep gelijk opeten. Ik dacht, ja, ik koop dus geen pure chocola meer. Kom ik bij de kassa, zegt ze van, ja, welke smaak wil je? Ik zei van, ja, wat bedoel je? Ja, je mag bij je twee producten van Dove, als je die zeg maar koopt, mag je één gratis reep chocola uitkiezen. Nou, ik gelijk natuurlijk dark gekozen. Dus kreeg ik een reep met 85% chocola. Dus dat is een teken dat ik gewoon chocola mag eten. Dat was mijn speech. Ik ga me snel klaarmaken, want ik heb nu nog 10 minuten om dit allemaal even te fixen. En ik heb trouwens tijdens het scheren mezelf echt heel erg gesneden. Dus ik hoop dat het een beetje gestopt is met bloeden. Ik ben onderweg naar de dermakliniek. Ik had ook echt helemaal geen zin om mezelf klaar te maken. Maar wat ik echt niet snap, is dat ik nu gewoon in de file terecht kom. Terwijl het gewoon 00:30 is. Ik snap het echt niet. Hè? Oké, en nu hoop dat er... zo, dat is van deze auto aan de hand. Dat er een parkeerplek is. Anders ben ik echt te laat. Het weer is trouwens echt zo grauw. Ik vind het echt zo kut dat het weer gewoon helemaal is omgeslagen weer. Een paar mooie dagen gehad en daarna is het eigenlijk nog alleen maar kouder geworden. Echt jammer. En alleen maar regen. Ik ben weer bij de dermakliniek met Mirjam. En we gaan vandaag weer mijn hele lichaam doen. Dit is mijn derde keer voor mijn schaamstreek, zeg maar. En voor de rest denk ik wel 6-7 keer dat ik heb gaan benen en zo. Maar ja, dat is al bijna haarloos. Het enige probleem bij mij nog is echt een schaamstreek. Maar daar wil ik ook echt zo snel mogelijk vanaf voor de zomer nog. Dus we gaan lekker aan de slag. Inmiddels klaar bij dermakliniek. Echt, Mirjam is echt zo'n topper. Ik heb altijd echt leukste gesprekken met haar als ik daar ben. Ik ben weer helemaal ready. Ik ga over 2 weken op vakantie. Dus ik hoef me in de tussentijd ook helemaal niet meer te scheren. Ik vind het echt zo chill, jongens. Het is echt de beste uitvinding ever voor elke vrouw. Gewoon. Ik ben echt zo blij hiermee. 5 jaar terug, echt, kon ik hier alleen maar van dromen dat ik gewoon haarvrij was. Want ik deed er echt zo lang over mezelf te ontharen. En nu echt waar, ik ben echt bijna klaar. Nog even, nog even. Trouwens, ik ga nu even... langs Sony, want die heeft koffie van mij gemaakt. En die woont hier in de buurt bij Dermakliniek. Ga ik even een koffietje drinken met Hon. En dan rijd ik daarna naar huis. Even kijken wat er op de planning staat vandaag. Ik ben dus inmiddels bij Honnie, zoals ik al zei. En Honnie, die ging mij net gewoon uitlachen. Omdat mijn billen gewoon 2 keer dunner zijn dan eerst. Eerst lachte hij mijn dikke billen uit. En nu zijn mijn billen normaal. En dan gaat ze ging me gewoon uitlachen omdat ik zogenaamd geen bil meer heb. Het is ook nooit goed, hè? Het is echt nooit goed. Ik vind jou mooi zoals je bent. Ik ben gewoon geschrokken. Maar ik heb geen billen meer. Ik ben gewoon geschrokken. Ik was gewoon gewend aan die dikke billen. Nu heb ik weer dunne billen. Dus ik had trek en ik ben nu dus met Hon bij de Turk. En zij gaat linzensoep drinken. En ik ga voor lamsbusjes met salade. Ik heb echt heel veel zin in. Zo, dit is mijn eten. Lamsbusjes met salades. Lekker. Ik ben net thuis. Ik ben best wel lang nog bij Honnie gebleven. Maar ik heb mijn katjes echt gemist. Kijk, iedereen vraagt altijd om Lira. Maar als ik dus thuis kom, komt Lira helemaal niet naar me toe. En kijk, één keer wie wel naar me toe komt, het is deze. Waar is Lira dan? Ik heb echt de laatste 3 dagen echt zo slecht geslapen. Dat ik echt helemaal kapot ben en nergens zin in heb vandaag. Ik ben gewoon echt helemaal gesloopt. Ik weet niet waarom ik opeens heel slecht kan slapen. En daarnaast heb ik de laatste 3 dagen ook Nessie amper gezien. Want hij heeft echt volle draaidagen. Voor de nieuwe klussen die hij nu heeft. Dus ik mis hem ook echt zo erg, hè. En hij komt straks met een uurtje thuis. Dus ik heb er echt zoveel zin in. Ik kijk er echt gewoon naar uit om
weer een beetje quality time hebben met mijn man. Kijk, dit is dus precies de reden waarom jullie Lyra niet in mijn vlog zien. Want dit is gewoon echt een aandacht trekken. Besef, zij heeft gelanceerd bij Honey een tijdje geleden. En zij heeft gewoon een nieuwe naam gekregen. Wat was jouw naam? Aandacht. Zij werd daar gewoon aandacht genoemd. En besef, Honey kreeg bezoek. En deze was helemaal op de schoot van bezoek. En dat boeit haar niet. Ze is echt zo sociaal. Ze wil met iedereen spelen. Het boeit haar niet wie het is. Ze is niet bang van kinderen. Of ze vindt ze ook helemaal niet vervelend. Ze is met iedereen aan het kroelen. Maar Dinar, die was heel de tijd opgesloten in een kamer. Omdat ze gewoon geen zin had in mensen. Lyra is altijd heel erg mensenschuw geweest. Maar zodra ik ga liggen of zo op de bank, komt ze gelijk op mijn buik liggen. Het is gewoon een heel andere type kat. Weet je, als ik naar de wc ga, komt Lyra ook nooit. Maar deze komt zekerste weten. Ja! Ja! Lekker hoor. Even kijken. Oh, ik wil jullie één ding laten zien waar ik echt zwaar van onder indruk ben. Ik krijg soms heel veel, nou ja, ik krijg heel vaak de comment van, oh ja, waarom heb je zulke dikke vingers en bladibla. Ja, dat weet ik ook niet echt, maar toen ik dun was, had ik dat niet. Maar wat ik jullie wou laten zien, vind ik trouwens ook echt een heel rare opmerking om te zeggen van, waarom heb je dikke vingers? Ja, waarom heb je dikke tieten? Waarom heb je een dikke kont? Waarom heb je een dikke neus? Heeft iemand daar ooit een antwoord op? In ieder geval, ik was heel erg onder de indruk van de hashtag Hand Transformation. Ik kreeg het toegestuurd van mijn vriendin. Maar kijk één keer. Ik was zo onder de indruk hiervan. Kijk één keer het verschil tussen deze before en after. En het is dus nadat je gewicht hebt verloren natuurlijk. Kijk. Before en after. Oh my god, wat een verschil. En hierdoor, want mijn vingers heel erg opgezet zijn, opgezwollen, paste ik mijn trouwring niet meer. En ik heb nog eens geen trouwring. Kijk. Before en after. Oh my god, dat is toch niet normaal. Ik was echt helemaal onder de indruk van die hashtag. In ieder geval, wat ik nu ga doen. Ik ga even mijn pyjama aandoen. En ik ga op mijn mannetje wachten. Ik hoop dat hij zijn eten een beetje lekker vond. Want ik had natuurlijk gisteren helemaal mijn best gedaan voor het slapen gaan. Om lekker eten voor hem te maken. Want ik vond het echt zo snel dat hij niet gezond kon eten op werk. En ik hoop echt dat hij het lekker vond. Ik ga snel mijn pyjama aandoen. Nou, inmiddels is Nessie eindelijk thuis. Hoi Nessie. Hey, ik heb in de vlog verteld dat ik jou mis. Jongens, ik ben 2 dagen heel lang weg geweest van huis. Omdat ik bezig was voor nieuwe namens voor 538. Dat is wel echt leuk. En Dina weer heel goed knuffelen. Nee. Echt een plakbandje. Zo, ik zie er moe uit. En ze was lekker een tonijnpizza aan het eten. En een dook aan het kijken. Was jouw eten vandaag trouwens lekker? Alles op. Jongens, kijk één keer naar deze man. Dit kan toch niet? Die hele ijzeren bek. What the fuck? Nou, ik heb mezelf vandaag beloofd om heel vroeg naar bed te gaan. Het is nu rond 9 uur. En ik lig al in bed. Ik ga even een serietje kijken. En dan wil ik heel graag rustig in slaap vallen. Dus hij is documentaire aan het kijken. En hij moet nog iets afwerken. Hij is ook echt hoe rood en opgezwollen mijn ogen zijn. Het komt omdat ik echt 3 dagen lang echt niet heb kunnen slapen. En ik word er eigenlijk helemaal gek van. Dus ik wil echt even rustig in slaap vallen. Ik ben trouwens vandaag begonnen aan Twilight. Zo'n serie die ik eigenlijk, nou ja, serie is een film die ik eigenlijk nooit heb gevolgd. Maar ik vond het echt zo leuk. Ik heb de eerste bijna afgekeken. Maar Nessie vond het niks aan. Toen ik thuis kwam heeft hij iets anders opgedaan. Maar ik vind het echt heel erg tof. Dus dat ga ik echt afkijken. Ik ben helemaal into vampieren de laatste tijd. Ik vind die serie echt heel erg tof. Maar ik ga hier bij deze vlog afsluiten. Ik weet dat het best wel een saaie vlog was. Maar ik ben gewoon heel erg moe. En ik wil morgen weer lekker fit zijn. Kan ik weer een leuke vlog van maken. En dan zie ik jullie morgen. Doei doeg. Ik had de vlog al afgesloten. Maar ik lig hier 10 minuutjes later. En het rode wat je ziet is nou een geurkaars. Een rode geurkaars van Ikea. En het is echt zo relaxed. Hè? Die geur. Gewoon alleen. Een kaars aan in plaats van licht. Heerlijk.
Ik ga gewoon echt zo lekker slapen nu. Sorry voor deze rare afsluiter. Ik zie jullie morgen.